Kijk eens even, de keuze is reuze. Oh. En dan gaan we ook nog even aan de andere kant. Elvis Presley, mijn toentje. Ja, wat denk je? Ja, ik heb hem. Heston? Ik heb hem. Oh, gelukkig. Geef wel. Waar komen jullie vandaan dan, heren? Uit Veendam. Oh, Veendam. In Zwarte Doris, dit is de orgel van Veendam. Voor jullie ook thuiswedstrijd dus? Jazeker. Ja. Ik zeg, joh, maar jullie hebben helemaal geen ontvangst, zei je zo. Nee. Ik zeg, maar daar hebben we wel wat voor. Ik zeg, dat waren de Zwarte Doris, de draaiorgel. Oh, zegt ze, prima, kom maar langs. Meneer Smaal. Mooi. Wilt u hier langs? Ja, dan moet ik daarheen. Kom zo langs, goed? Ja, is goed. Mooie stropdas, zeg ik alvast. Ja, dat dacht ik. Ja. Ja, die heb ik altijd in de kast. Ja, ja, dat ziet er goed uit. Dat dacht ik. Normaal is het meestal een gele, toch? Ja. Ja. Ja, klopt. Maar speciaal voor vanavond, dus wat is dit voor avond? Nou, het is natuurlijk mooi dat het hier weer kan. De wedstrijd van Nederlands elftal, van de jeugd onder de 19. Vooral dat laatste, hè? Dat leeft wel heel erg. Wat merkt u daar zelf van? Nou, ik verneem dat het, zeker de vorige keer, en ik hoop dat het nu weer zo is, dat mensen weer eens naar een potje voetbal kunnen. En dan is het leuk om weer naar de Lange Legers te kunnen. Het zal wel leuk zijn als er een keer weer een club komt, ja. Accommodatie staat er nog. Het ziet er prachtig uit, toch? Ja, absoluut. Zo, wat een entree. Wat een entree, Nivino. Hoe is het? Ja, dit is cult, hè? Nou, geef hem een slinger, Bert. Als je dit nummer hier zo hoort, is dan ook een beetje kippenvel? Oh, ja, zeker wel. Ja, zeker. Mooi, hè? Ja, jammer dat er niet meer gespeeld wordt hier. Ja, nou ja, vanavond te hebben, maar... Ja. Wie gaan erop in? Gaan we erop in. Mooi, hè? Ja, tot ziens. Mooi. Heren, bedankt. Zwarte Doris. Kaartje bij, hij me nodig hebben. Gaat trouwen of gaat scheiden of zo, dan kunnen we wel. Trouwen en scheiden. Nou, zie ik je twee keer. Mooi, hè? En blokcelbasis, weet we dat al? Ja, basis. Zo komt dat stadion wel vol als elke speler 800 familieleden meeneemt. Komt goed, toch? Speelt hij? Ja, daar ga ik wel vanuit. Hij speelt. Ja, denk het wel. Mischa Visser die verklapt het al. Hij speelt. Oh, nou, mooi. Ja. Mooi. Zijn we niet voor niks. Misschien dat Dick Lucky nou kijkt dat hij hem vanavond ziet spelen en gewoon in de basis zet, of niet? Nou, ik hoop dat hij goed kijkt. Beetje zin in hier? Ja, heel veel. Ja, 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 positief gevoel over. Heeft dat dan ook nog te maken met de locatie? Ja, het is natuurlijk extra. Je weet, normaal gesproken ga ik die wedstrijden van Nederland zelf altijd in het buitenland achterna. Ja. En nu zijn ze een keer in eigen land en in je eigen provincie. Dat is super tof. Dit stadion is helemaal opgepimpt. Dit zijn de nieuwe stoeltjes. Even testen hoor, hoe dit zit. Ja, zit wel lekker toch? Zijn nieuw, die stoeltjes. Ja, zit wel goed. Ja. Rijke club, zegt hij. Ja, maar dan heb je hier nog de VIP's. Je hebt toch een wat luxere stoeltjes. Moet je kijken en testen. Oh, ik wou dat ik VIP was. Even de verwarming aanzet. Ja, stoelverwarming. Oh, lekker ja. Roy Beukenkamp. Welke pet heb je op nu? Mijn werkpet. Maar Manchester United scouters bij onder 19 wedstrijden van Oranje. Dat is heel normaal eigenlijk. Ja, nee, kijk, en deze pool is natuurlijk met Frankrijk en België erbij natuurlijk heel interessant. Koud jouw coaches, want de bondscoach is na de zomer vrij, hè? En Ten Hag kan misschien wel... Ja, je weet het niet. Ja, je weet het in voetbal nooit. Nee, dus, daar heb ik niks over te zeggen. Hoe vaak heb jij hier vroeger zelf als keeper gestaan op dit veld? Mijn tijd bij Den Haag, denk ik een jaar of drie, dat we dan ook wel hier de uitwedstrijden speelden. De Cruijff ziet Zuurman en Zuurman doet het prima. Brengt Veendam op 3-1. Goed voor de keeper gekomen deze Zuurman. Beukenkamp verkijkt zich gewoon. Beetje nostalgie ook, hè? Ja, ja, het blijft jammer. Het blijft ontzettend jammer dat het hier niet gelukt is om door te gaan. En als ik dit dan weer zie en dan denk ik hoe het eruit ziet, dan ja, blijft doodzonde. Wat denk je dat het wordt? 2-1. Ah, dat zou mooi zijn, toch? Ja. Voor wie zijn jullie? Nederland. Oh, dacht al. En doet hij het ook? Ja. En testen? Wat lawaai, ja. Alles onder controle? Zeker. Je hebt het druk, hè? Ja, er moet veel geregeld worden. Ja. Dus, en dit is een spelerslijst, dus last minute moet ook nog even geregeld worden. Dit is een QR-code? Voor de spelerslijst, ja. Oh, dus zo gaat dat tegenwoordig? Zo gaat het tegenwoordig, ja. Jij bent van Veendam, hè? Klopt. Ik ben trainer van de dames. Van de meiden onder 13. Oh. Leukste team, ja. Mooi, hè, zo'n wedstrijd hier.
Ik denk dat het voor Veendam heel goed is, zeker met de historie wat Veendam heeft gehad, dat het heel goed is om dit hier ook te houden. Schilders, en dan is dit het doelpunt. Dan is dit het doelpunt wat Veendam in de Eredivisie moet brengen. Directeur van de Lange Leegte, kunnen we het zo zeggen? Ja, nee hoor. Nee? Okay. Hoe is het gras? Ja, volgens mij goed. Als ik de bal zie rondgaan, dan denk ik, gaat goed. En weinig schade in de rust. Dus, Okay. Ja. Dat is het belangrijkste, denk ik. Zo kijk je er zelf ook naar? Zo kijk ik ernaar, ja. Ja. En natuurlijk, er worden doelpunten gemaakt, dus dat lukt ook op deze maat. Hoe gaat het hier? Het onwijs druk. Ja, hè? Ja. Dan ga ik je ook niet storen. Wat is het populairst? De gehaktbal over daar. Wat voor cijfer? Een 8. En de wedstrijd, wat voor cijfer? 9. Geniet ervan. Ja, jullie ook. Schier zo aan de Lange Leegte, hè? Ja, heel mooi, maar prachtig. Het is denk ik wat 20 jaar geleden dat ik geweest heb. Ik ben namens weg. En toen, nou ja, toen was de animo eigenlijk ook. We stonden niet altijd met een vaste groep. Ja, dat valt op een moment ook uit mijn koor, hè? En dan zei ze het nu zoals het nu is. Ja, wat voor gevel heeft dat? Ja, oh, dat is lekker. Waar eindigt dit met de Lange Leegte? Ja, dat is toekomstmuziek. Maar het zal natuurlijk mooi zijn als we dit soort evenementen wat vaker krijgen. Kijk, betaalvoetbal, dat zullen we wel weer terugkrijgen. Het zou wel kunnen, toch? Gewoon qua faciliteiten? Het kan, maar ja, dan moet er wel het een en ander gebeuren. Ik denk dat nog heel veel geld gaat kosten. Lange Leegte liggen jullie wel, hè? Ja, dat was mooi, man. Ja, dus dat is nostalgie en cult. En ik vind het ook mooi, hè, het verleden van de Lange Leegte. En dat daar dan de talenten van de toekomst spelen. Dat vind ik ook wel een hele leuke combinatie. Was hij hier vanavond zoals hij altijd is? Dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Het is geen schreeuwer. Niet zo lang lullen, bal pakken, doorvoetballen. Yo, starten. Zoals ik hem zag vandaag, zo heb ik hem vaker meegemaakt. Hij is Misha. In sommige opzichten wel. Hij is tevreden. Tevreden? Ja, hij is tevreden. Als mijn vader tevreden is, dan dat is belangrijk. Ja, dat is helemaal goed, hè? Dat is mijn leermeester. Ja. Ja. Ja, hij heeft mij ruimschoots overstegen natuurlijk. Ik was trainer bij FC Leeuwenborg, een heel ander niveau natuurlijk. Ja. Hij was ook een soort oranje, hè? Ja, ook oranje, dus de kleuren, dat went wel, ja, inderdaad. Mooi dat hij ook trainer is, denk ik, hè? Ja, dat is mooi, dat was zijn ambitie altijd al. En dan op dit niveau, dat is ideaal. John Vos, mooi. Heel mooi. Even storen, hoor. Mag wel even. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Leuk dit? Ja, leuk om hier weer terug te komen. Ik heb mezelf nog heel wat jaartjes geleden nog een keer gespeeld. Ja. Maar nee, dat is super om zeker in het noorden weer te spelen hier.
En wat is Misha voor een coach? Misha is een coach die alles tipt op een orde heeft. Die alles van tevoren echt ontzettend goed uitgewerkt heeft. Ontzettend professioneel, duidelijk richting de jongens. En ik kan een beetje wel vergelijken ook met Dick Lukien. Ook goed voor de jongens. Alsjeblieft. Zo. Ja. Is het allemaal gehad? Allemaal gehad, een rijtje bij langs. Ja. Ben jij de populairste van iedereen hier of zo? Ja, nou, misschien omdat ik een beetje uit de buurt kom. Ja. Ja, wel mooi toch? Dit? Ja, nee, hartstikke leuk, zeker weten. Ja. Maar je hoeft geen handtekening meer. Het is allemaal selfie, hè? Allemaal selfie tegenwoordig. Ik heb nog wel een paar handtekeningen tussen zitten, maar nee, veel selfies. Hè. Jammer hè, dat Dick Lukien hier nou vanavond niet op de tribune zat. Nee, was hij er niet? Nee, die kon vast nog wel een keer kijken. Je moet in die basis, man. Ja, ja, dat vind ik ook, natuurlijk. Nou, hoe is hij als keeper trainer? Hele goede keeper trainer. Ik heb hem natuurlijk ook bij Groningen, dus hele leuke trainer om mee te werken. En die helpt me heel veel bij heel veel goede dingen. Eigenlijk had jij de mooiste plek van iedereen vanavond. Nou, ik denk dat de mooiste plek is daar op goal of daar op goal. Ik weet mijn rol, zeg maar, dus op de tribune heb ik de mooiste plek. Je hoopt het EK te halen. Dat zou een heel mooi afscheidscadeau voor jou zijn. Ben je al een beetje met na de zomer bezig? Spelen wel wat dingetjes. Zes positie, Kees. Juist. En ik ga na deze kwalificatie ga ik even wat concreter nadenken over, ook over mijn vervolg.